zit je op school of werk je? Nee, ik heb het tussenjaar genomen. Tussenjaartje, oké. En voor welke studie ben je vandaag gekomen? MEM. MEM, ja. In het Nederlands? Ja, in het Nederlands. Oké, en wat heb je al daar gezien? Ja. Heb je al iets gezien vandaag op de open dag? Ja, ik heb een presentatie daar gekeken. En over wat ging dat? Over wat de opleiding inhoudt. Oké, en dat was best informatief? Ja, op zich wel, ja. Leuk? Ja. Oké. En wat zijn je interesses? Heb je al bepaalde hobby's binnen het MEM-gebied waar je denkt van... Nou, het reclamegebeuren spreekt me wel aan. Oké, en wat bedoel je daarmee? Dan het filmen of het advertising, marketing? Ja, meer op marketing. Oké, marketing. Ja. Okay, dan krijg je heel veel hier bij MEM. Ja? Dat weet ik wel zeker. Ja, dat kan ik wel van zeggen. De eerste jaar is basically gewoon marketing in theorie. Heb jij het ook gevolgd? Ja, ik doe MEM in het Engels, dus ik heb het alles hetzelfde, maar dan in het Engels gedaan. Ja. Oké, en wat is uiteindelijk het doel, zeg maar, uiteindelijk? Wat wil je laten even bereiken? Dat weet ik eigenlijk. Je hebt nog geen droom? Geen idee. Oké, dus je nog te kijken wat je wilt. Ja, daarom heb ik het dit jaar genomen. Geen precies. Idee. Maar nu heb je nog steeds geen idee? Of? Nee, nog niet. Oké. Ik wel. Heb je nog andere opties? Communicatie lijkt me ook. Communicatie, ja. Wordt je ook gegeven trouwens? Ja, ga ik nog geven. Ja, dat was eigenlijk mijn laatste vraag. Oh, oké. Okay. Ja, nee, maar ik heb nog één vraag. Dus eigenlijk zie je jezelf als toekomstige student? Misschien wel, ja. Misschien wel, ja. Ik kan het natuurlijk niet zeggen. En mama, heb je ook nog wat in te geven? Ik vind het heel leuk. Ik vind dit ook heel leuk. Ja, je mag ook een vraag stellen aan mij? Nee, nee. Ik vind dat jullie het heel leuk uitpakken. Oh, dankjewel, dankjewel. Ja, daar doen we het voor. Ja. En als je nog vragen hebt, kan je waarschijnlijk gewoon via de site ook mensen vragen. En natuurlijk lopen weer genoeg studenten rond. Ja, oké. Okay. Wat jij nu doet, is op basis van school. Hier krijg je punten voor, zeg maar. Ja, het is een stage. En dan doe je dus waarschijnlijk gewoon opdrachten rond het half jaar heen. Maar we krijgen uiteindelijk dus punten voor een bepaalde document. Inleveren en het praktijkwerk natuurlijk. Ja, we hebben ook een stagebegeleider via school. Maarten is dan inderdaad, die daar staat, is mijn stagebegeleider van het bedrijf. En dan hebben we iemand van school hier. Ja. Die dan spreken met elkaar af en dan gaan ze kijken, oké, hoe is het gedaan? Ja, het is zo. Ja. In totaal is het 30 punten. Okay. In een schooljaar krijg je 60 studiepunten. Ja, dan... ja, je moet er 50 hebben. Ja, het is 50. Toen ik er was, was het 45, maar ze hebben nu een 50 gezet. Okay. Ja. En wat ik wel wil vragen is eigenlijk, wat me zo te binnen schiet, is wat ik heel erg merk, je moet heel erg open zijn. Word je, dat leer je hier? Het kost ons, jouw moeite om, met name haar natuurlijk, want zij is de toekomstige leerling, voor het voetlicht te krijgen. Precies. Maar het lijkt me dat je met MEM dat wel moet doen. Ja, nou ik zelf, de meest gesloten verlegen persoon, we moeten namelijk heel vaak hier presenteren voor de klas. Ja. Je laat zien wat je project is en dan moet je dat argumenteren voor de klas met de leraar erbij. Ja. Zo leer je al een beetje uit je schulp te komen. Ook al heb je een hele verlegen achtergrond. Ja, ja, weet je, ja. Dat leer je wel gewoon. Ja. En het is niemand dwingt je ook, dat is ook een tweede. Weet je, je leert op je eigen tempo. Door de jaren heen, weet je. Ik heb persoonlijk geen moeite mee gehad, maar ik heb wel mensen in mijn klas die gewoon. Je bloeit. Weet je, je leert met verschillende mensen, kennen met verschillende persoonlijkheden. Dan leer je met mensen omgaan, dat is ook een beetje zo. En uiteindelijk, ja, meestal, binnen het MEM met media en communicatie, dan leer je altijd wel. Ja, je moet wel, hè, met het gaat precies. Ook vanzelf zeker. Nou, het is niet echt dat je echt van hier moet zeggen, ja, hier ben ik. Dat doen we echt niet, maar het is meer van, als je gewoon een goede instelling hebt, en inderdaad een open instelling in de zin van, niet dat je direct dingen voordeelt, dan komt het wel goed. Leuke sfeer, meestal met de studenten. En de school hier op zich vind je ook? Hij komt mij leuk. Ik kom uit Amsterdam zelf, dus ik reis elke keer hier. Maar Den Haag zelf vind ik het echt een leuke stad, maar het school... Oké. Nou ja. Dankjewel. Dat was hem eigenlijk. Okay. Zie je, hebben jullie gemerkt dat er camera's waren? Nee, echt. Zie je?